Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe bonusvideo. Vandaag ga ik spritskoekjes bakken. Dit is voor mij de eerste keer, maar ik heb er gewoon zin in. En ik denk, ik neem jullie gelijk eventjes mee erin. Ik heb alles al klaarstaan, dus ik laat jullie zien wat we nodig hebben. Allereerst gebruik ik een mixer. Je kan ook gewoon een handmixer gebruiken. Een spuitzak met een grof karton. Dan heb ik, even spieken, ik moet even mijn blaadje erbij pakken, want ik weet het niet uit mijn hoofd. 320 gram roomboter. Dat is die. En dan hebben we 200 gram suiker. Dan hebben we 1 ei. Die heb ik alvast in een kopje gedaan, zodat ik weet dat het een goed ei is en niet bedorven is. Of, dat kan je altijd zien, maar je kan hem ook in het water doen om dat te checken. En dan heb ik 400 gram bloem, een theelepel vanille-extract, een snufje zout. En die zout, dat snufje, dat doe ik al gelijk door de bloem heen. Dan is dat in ieder geval al gedaan. Ik ga jullie neerzetten en we gaan stap voor stap gaan we het in de kom doen. En dan ga ik laten zien hoe het werkt. De oven heb ik voorverwarmd op 160 graden. Althans, die is nu aan het voorverwarmen. We gaan aan de slag en we gaan lekkere spritskoekjes bakken. We gaan eerst de boter erin doen. Even de haak eruit, dat is een stuk makkelijker. De boter gaat erin, ik snij het even in stukjes. Ik had hem op kamertemperatuur, maar hier in de keuken is het toch weer wat kouder. Dus het is niet echt fijn, maar ja. Nou, dit gaat al beter. Ik ben geen professionele kokken, mensen. Ik doe gewoon huistuin en keukenkok in. Nou, ik vind het wel prima. Als het er maar in gaat. Dit doe je samen met de suiker en de vanille-extract in de kom. Ik heb mijn handen gewassen, dus geen zorgen. En dat ga je dan mixen tot een plat beslag, zeg maar. Dus de suiker er nog bij. En kijk, daar heb je een schort voor aan de mensen. Je vuile handen aan was te doen. De vanille-extract. Een nieuw flesje geopend, want hij was op. Een theelepel vanille-extract. Zo. Nou, voilà. Dopje erop. Dan ga ik even lawaai maken. Dus hier komt ie. Zo, die heb ik even goed door elkaar ingemixt. En zoals je ziet gaat het altijd weer in je dingen zitten. Ik had beter misschien een andere even kunnen pakken. Maar daar heb ik niet zoveel zin in. Daar wil ik het gewoon niet mee doen. Het wordt al zachter. Nu ga ik eerst het eitje erin toevoegen. En dat laat ik eerst dus weer erbij gaan. Dat laat ik eerst weer oplossen. En dan gaat er zo meteen. Ik praat nu in plaats van dat de machine aanzet, want dan horen jullie mij niet. Dan gaat er zo meteen. Lepel voor lepel doe ik dan de bloem waar het snufje zout in zit erbij. Dat laat ik dan gewoon lang lekker lopen op een laag standje. En als straks alles erin zit, dan ga ik op mijn hoog standje nog eventjes power geven. En dan laat ik het jullie zien. Maar in ieder geval, het eitje zit erbij. En nu gaan we weer kloppen. Thank you.
Zo. Het deeg of beslag is klaar. Zoals je ziet, ik heb toch even de vlinder gebruikt in plaats van de garde. Want ik vond het toch wat makkelijker werken. Ik ga het nu in de spuitzak gieten. En dan zal ik jullie laten zien hoe ik de spritsen ga vormen. De spritskoekjes. Ik heb een hoge beker gepakt. Het is een mixbeker van de blender. Ik heb de spuitzak doe ik erin. Dan heb ik een beetje losse handen, zeg maar. Kijk, die gooi ik eroverheen. Dan heb ik mijn hand in. En dan kan ik hier beslag in scheppen. Ik hoop dat het een beetje lukt, jongens. Want ik ben het er niet. Ik vind het beslag eigenlijk nog te dik. Dus, maar ja, dit is voor mij ook maar een probeersel. Dat gooi ik er dan zo in, zeg maar. Nou, ik zal even de spuitzak vullen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Als we hem gaan vormen. Zorg dat je oven alvast voorverwarmd is. Op 160 graden. En dan komt het helemaal goed. Het duurt alleen wat langer af en toe soms. Omdat het wat meer plakkerig is. Maar komt goed. Ik ga heel eventjes door. De spuitzak is gevuld. Ik heb er toch even een ander mondje op gezet. Geen kartelmondje. Want het beslag vind ik gewoon echt heel dik. Dus ik ga ook het recept volgende keer toch iets anders doen. Maar ja, we zijn er toch al bezig met filmen. Dus komt helemaal goed. We gaan hem maken. Nou, het is lastig hoor mensen. Ik vind het deeg veel te dik. Nou, het ziet er natuurlijk niet uit dit, hè. Dit ziet er niet uit. Nee. Ik ga eventjes... ik ga even door keuvelen, want ik ben het er niet mee eens. Maar ja, dat hoort erbij, hè. Beginnende bakster. Die maakt wel eens fouten. En ik vind dit beslag niet zoals het hoort. Maar we gaan door, want ze gaan afkomen. Het lukt dus wel, zoals je ziet. Alleen, ik heb gewoon geen kracht voor de spuitzak. En wel zo'n pompje. Dus, ik heb de sprits mooi gemaakt. Deze ga ik eventjes opnieuw doen. Ik ga het bijvullen. Ik maak heel de plaat vol. En dan kom ik bij jullie terug. Zo zie je maar. Je kan altijd denken, het lukt niet. Het gaat niet goed komen. Het komt toch goed. Ik ben er gewoon trots op. Het is toch nog gelukt. Ja, ik heb gewoon geen kracht voor de spuitzak. Dus het ligt echt aan mezelf. Maar dat geeft niet. Ze gaan nu de oven in voor 25 minuutjes op 160 graden. En daarna gaan we zien hoe ze eruit komen. Ik heb de spuitzak nog vol zitten. De beslagkom is leeg. Dus ik ga die spuitzak op die bakplaat doen. Dus er komen best wel veel koekjes uit het beslag. Dus... komt helemaal goed. We gaan straks het eindresultaat bekijken. Spannend! Zo, ik heb het beslag best wel veel uit kunnen halen zoals je kan zien. Daar ligt ook nog een plaat. Dit ligt nog te wachten om op een plaat te kunnen gaan. En de eerste lading zit nog in de oven.
Maar ja, ze lopen wel uit, vind ik. De kartelrandjes zie je nou niet echt meer. Maar we gaan het eindresultaat zien. Er moet nog eventjes ruim 10 minuten. Maar dat komt helemaal goed. En in de tussentijd staat er heel veel op mij te wachten. Namelijk de leuke afwas. Dus, een tip van Flip, zullen we maar zeggen. Sta jouw koekjes in de oven. Zorg dan dat de keuken wordt opgeruimd. En dan als de koekjes klaar zijn, dan heb je een lekkere beloning na al het harde werken. We gaan het eindresultaat zo meteen bekijken. Wat zien ze er goed uit? Sommige zijn wat bleker, maar ze zijn gewoon hard. En anders worden ze te hard. En de laatste twee etappes zitten in de oven. Onderin zit ook nog een laag, maar die zal ik straks weer naar boven schuiven. Dus, nou ja, dat zijn dus de spritskoekjes. Het leek even niet te lukken. Ik dacht, nou, dat gaat hem helemaal niet meer worden. Maar zoals je ziet, het lukt dus wel. Ik zou alleen adviseren om het niet in een spuitzak te doen, maar in zo'n stampertje, zeg maar. Of je moet heel veel kracht in je handen hebben en dan lukt het jou wel. Maar mij lukt het helaas niet. Nou, vond je het in ieder geval weer leuk? Dan zie ik jullie graag bij een volgende leuke bonusvideo graag terug. Joejoe! Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Dan zeg ik duimpje omhoog. Abonneren is gratis. Zo ben je er gelijk bij een nieuwe vlog. Vies laat!